Na bijna 2 jaar blessureleed en hartritmestoornissen is er in februari van dit jaar eindelijk weer eens goed nieuws voor Jurie Verlinde. Hij kan zijn carrière volgens de sportartsen veilig vervolgen. Toch is er, ondanks dat bericht, wel het een en ander veranderd. Ja, en ik kan gelukkig zeggen dat ik het hele jaar door fit ben gebleven. En dat was ook de basis van afgelopen trainingsprikkels en blokken. Fit blijven, heel blijven en op die manier mijn training afwerken. Na de tegenslagen plaatste vlinderspecialist zich in april van dit jaar voor het EK door bijna een persoonlijk record te zwemmen. Knap, want Verlinde twijfelde lang over zijn niveau, maar lijkt nu dus toch op tijd in topvorm te zijn. Ik weet wel waar ik mee bezig ben. Ja. Ik heb echt een plan in mijn hoofd. Meestal hebben mensen het over, ze willen bijvoorbeeld een bepaalde tijd zwemmen en weten niet zo goed hoe ze zoiets moeten gaan benaderen. En in mijn geval heb ik gewoon mijn PR-race gepakt zoals die eerst was. Vervolgens ben ik gaan kijken als ik op elk onderdeel er nou iets sneller op ga. Volgens mij moet ik dan een heel eind kunnen komen. En een heel eind kunnen komen betekent dat hij zijn tweede plaats van het EK in 2010 op de 100 meter vlinderslag evenaart of verbetert. Maar het belangrijkste is dat Verlinde terug is na 2 jaar van blessureleed en eindelijk weer een groot toernooi mag zwemmen. Dat is een spelletje dat ik heel lang heb moeten missen en ik kijk er echt naar uit om komende week naar het vliegtuig te stappen. En dan echt die focus aan te zetten op Berlijn.